zorgen voor het kippenvelmoment. Ja, een grote grijns op je gezicht. Het is eigenlijk als een soort proefrit, denk ik wel eens. Dat als je instapt in een nieuwe auto en je kijkt in de achteruitkijkspiegel en je ziet jezelf lachen, dan moet het oké zijn. En dat is met audio ook zo. Op het moment dat iemand begint uit te leggen wat ze van de klank vinden, en dat kan zijn, ik vind dat, dan zeg ik meestal, oh stop. Vind je het goed? Vind je het mooi? Weet je, als kind had je altijd als je iets vets had en je liet dat zien aan iemand om die indruk achter te laten. Bijvoorbeeld, ik ben eens een keer op een kantoor geweest en dan ben je daar een beamer aan het installeren met presentatie en wat geluid in het plafond. En het gaat aan, je bent alles aan het opleveren en je zet de muziek aan. Iedereen komt bij je staan. Ze zijn allemaal geïnteresseerd, ze vinden het allemaal vet. Die zien dan toch die magie ontstaan van wat wij maken. Daar krijg ik dan een kick van. Het hele team doet hetzelfde. Wij vinden het gaaf dat we iets moois neerzetten, dat we z'n allen daarmee bezig zijn. We zijn echt een team waarbij we hebben lol, we hebben fun. En dat slaat ook terug op je klant. Ook de klanten hebben je lol, hebben je fun. En dat maakt het ook leuk. Het is leuk om hier te komen, het is leuk om hier te zijn. Dat moet ook onderdeel zijn van heel de journey, alles wat erbij hoort. Je stapt niet zomaar een winkel binnen, maar je stapt gewoon een leuke zaak binnen. Laagdrempelig, waar je gewoon kan kijken en waar je weet dat het goed zit en dat het altijd gezellig is en altijd een goede sfeer hangt. Ja, ik denk dat in de rent gewoon al 20, 25 jaar in deze zaak zit en dat sijpelt door naar klanten toe en dat voelen en proeven klanten ook en daarom komen klanten denk ik uiteindelijk goed terug. Iedereen heeft luisterruimtes en iedereen heeft mooie spullen, maar hier hebben we het helemaal geïntegreerd in een beleving. Dus we hebben nergens standaard rekjes, standaard plankjes en dingetjes. Alles is anders. We hebben alles anders gedaan en het is echt die beleving. Je kunt binnenlopen, je kunt gaan zitten voor een audioset, het draait meteen. Je hebt surround sets, je kunt alles zien, je kunt alles beleven. Een koffiecorner die belangrijker is en daar lekker praathoekjes waarin je gewoon gezellig kunt samenstaan. Dat zie je op andere plekken niet, dat zie je in deze winkel, zie je dat echt wel tevoorschijn komen. Dat maakt ons echt uniek. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat als mensen binnenkomen, hebben ze vaak geen idee wat ze aantreffen en welke kant ze op moeten. En ze hebben wel een idee van wat ze thuis willen gaan doen en wat ze willen gaan gebruiken. Vooral afvragen wat de klant wil, vragen naar de klant, kijken wat behoeften zijn, wat wensen zijn, wat de klanten gezien hebben. Ik denk dat wij het grootste deel van de dag bezig zijn om behoeftes te inventariseren. Dus mensen hebben een bepaalde behoefte. Wij gaan inventariseren waar die behoefte toe leidt. Het leuke is ook om klanten te vertellen en dingen te laten zien die je niet kennen, die al gaaf zijn. Waar mensen niet over nagedacht hebben, wat in één keer de oplossing blijkt te zijn voor wat zij zouden willen. Muziek eigenlijk een stukje emotiebeleving is, maar dat is ook met film. De contentmakers die willen een boodschap overbrengen. En wij hebben daar de middelen voor om je weer terug of in die idee van die maker te stoppen. Muziek is ook herinneren. En als je dat op een hele mooie manier kan ervaren, wat voor niveau dan ook, dan brengt je dat dichter bij dat gevoel. En dat is zeker wel de moeite waard van een bezoekje aan de winkel, om dat samen te stellen en dat te ervaren. Hetgene wat wij beloven in de winkel, wat wij toezeggen, of wij zeggen wat wij kunnen doen, dan moeten onze monteurs waarmaken. Die lat ligt best hoog. Ze hebben heel veel respect voor, want we hebben echt gouden gasten in dienst die er echt top kunnen. Ze noemen mij ook wel eens de toykenizer. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is hier een werkwoord. Als er iemand ergens een rotzooi heeft in een kast, dan zeg ik, nou, dat kan altijd beter. Dus haal ik tassen met kabels erachteruit. En dus met name dus het minimaliseren van kabelbenden. Ik vind het dan een sport om alles zo strak en netjes te maken dat zelfs de kabels er mooi uitzien. Dus dat is een beetje het verschil waar wij in willen uitblinken, is dat we niet alleen kijken naar degene waar je naar kijkt, maar ook wat er allemaal achter zit. Als je na het weekend ook ergens een mailtje ziet of in het weekend een mailtje ziet komen van dankjewel voor het advies. En heel gaaf en heel blij, dan word je gewoon, dat vind ik gewoon geweldig. Het is niet altijd duur of groot of gewoon, maar ja, gewoon die kick. Mensen hebben iets gekocht waar ze blij mee zijn. Wauw effect, dat is wat we willen.